Welkom op het Reef Lyceum in Doorn. Welkom bij ons prachtige zonnepark. In onze nieuwbouw hebben wij, mede dankzij ons centraal bureau van de CVO-groep, een zonnepark van 548 panelen op ons dak kunnen realiseren. Als onderwijsinstelling vinden wij het belangrijk dat we niet alleen milieubewustheid onderwijzen, maar dat we het ook laten zien en realiseren. Gelukkig is het zonnepark een voorbeeld voor iedereen en hopelijk doet goed voorbeeld volgen. Ons zonnepark zal ongeveer 50% van onze energiebehoeften voorzien. 50% wil zeggen, als je dat omrekent, dat we op jaarbasis 78.000 kilo CO2 niet uitstoten. Dat besparen wij dus. Tegelijkertijd, als ik dat op natuurlijke wijze uit de lucht wil halen, moet ik op jaarbasis 5.000 bomen laten groeien. Gelukkig dat wij met ons project een deel daarvan kunnen ondervangen. Als ik een vergelijk trek met ons oude gebouw, dan valt op dat we daar hoofdzakelijk gas gebruikten. Heel veel gas gebruikten. 3 grote ketels in de kelder die zorgden voor onze verwarming. In ons nieuwe gebouw gebruiken we hoofdzakelijk elektriciteit en het gasverbruik is tot een minimum teruggebracht. Tegelijk hebben we in de nieuwbouw ervoor gezorgd dat alles zo energiezuinig en bewust mogelijk gaat. Dat wil zeggen dat wij een hele goede dak- en gevelisolatie hebben. Dat wij de ventilatielucht die opgewarmd wordt deels gebruiken voor de verwarming zelf. En dat we LED-verlichting hebben met bewegingssensoren, waardoor het licht niet te lang onnodig aanblijft. Als ik daar ons zonnepark nog bij optel, dan betekent het dat ons energieverbruik veel minder is en we een groot deel daarvan zelf opwekken. Kortom, wij zijn trots op dit zonnepark, waarvan wij nu weten dat het op dit moment het grootste zonnepark in de regio is.